Ja! Ja, 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 ja. Ja, ga maar staan, Mona Keizer. Ja, ja. Ja, deze is voor Mona. Ja, zeker. Ja, Mona. Oh, Mona. Ja, geweldig. Ja, heb je gezien, jongens? Ja, op één. Ik zat een beetje op mijn telefoon. En ik was eigenlijk, ik ga naar bed toe. En toen in één keer, toen kwam daar Mona Keizer. En die begon eventjes, die zei van, ja, ik wou nog even wat kwijt. En waar is de NPO mee bezig met de talkshows? Zei ze tegen Thijs van der Brink en de Sven Kokkelman en die van Groningen, die zaten ook aan die tafel. Ja, ziet voor je. En die Mona begint, ja, even over de NPO met jullie talkshow, zegt ze. Onbegrijpelijk, met deze verkiezingsuitslag. En jullie komen avond aan avond met linkse talkshows. En dan komt ook nog eens een keertje, om 7 uur, komt de Eva Jinek. Ja, en dat heeft dan ook al zo'n speciale sfeer. Ze bedoelt te zeggen, dat is ook al heel erg grachtengordel en heel erg politiek correct. En deugneuzerij, ja. Dat bedoelden ze allemaal te zeggen. En toen had je had die gezichten, vrienden. Kijk het fragment terug. Het duurt maar 25 seconden. En het is oh zo mooi. Die gezichten van die Thijs van der Brink en die Kokkelman in die Groningen. Oh, ongemakkelijk met hoofdletters. Bescheten met hoofdletters. Ja, daar zaten ze alsof ze net door hagel waren aangeschoten. Oh ja, geweldig, geweldig. En die Mona, die durfde toch maar hup, een knal, hup, vol erin. Ja, en er kwam geen antwoord. Niks. Niks van de Thijs en de Kokkelman en van Groningen die altijd dit hebben, hè. Hebben altijd een praatje klaar. Ja, oh, we hebben al zoveel babbels. Oh, nee. Dit keer die doodse stilte. Ja, oh, ja, om in te lijsten hoor, deze. Ja, dit was sowieso, Mona, dankjewel. Dit was het tv-moment van het jaar.